mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En het is ook aflevering 2. Ik heb er heel veel zin in. We gaan weer acht maandjes doen, ja. Lekker in achtbanen zitten, kijken wat de thematisatie brengt en hoe snel we gaan. Ik ben heel benieuwd voor de derde Vulcane 212. Het ziet er al een hele nice baan uit. Ja, ik ben echt gewoon benieuwd. Ben ik benieuwd. Het is nu aan het laden. Ik denk dat dit een afschietcoaster wordt, denk ik. Als ik daar, of zijn dat remmen, kan ook. Ik ben er niet 100% zeker van. Oh. Oh. Wow. Dat is heel speciaal. Een stierenkop. Mooi. Nice hoor. Oh, wauw. Orka's, wauw. Water. Zoiets heb ik nog nooit gezien, man. Dawaland. Met bomen, met jaguars, wat? Dit een achtbaan. Oh my god. Allee, oh, schorpioenen, zand, woestijn, wat? Is dit een dark ride of zo? Wow. Ik vind hem nu al prachtig, gewoon dit, wow, lava man, vuur, oh en daar gaan we naar beneden denk ik hoor, ja, wow, oh my god, afschietcoaster is het niet, maar, wow, my god man, what the fuck, niet te geloven joh. Niet te geloven. En dan door de brug, mooie bootjes. Deze gaat hartstikke snel, man. Wow, ik ben gewoon echt aan het genieten van deze baan. Echt, naar de vulkaan. Vulkaan 212. Man, wat een achtbaan. Wat een achtbaan. Hier heb ik de remmen. Gaat hij echt remmen? Nee, hij remt niet echt. En onder de stenen. Wow. En nog iets naar... Wow, man. Daar gaan we weer een tunnel in. Gewoon met lasers. Wat? Wow, oh my god. What the fuck? Man, wie dit gemaakt heeft, echt compliment, man. Echt. Respect. Jongens, echt, dit is niet te geloven. Daar minions, wat de fuck? Kijk die wachtrij gewoon al. Echt zwaar, man. Wat? Allee, jongens. Kijk, wat voor een achtbaan, man. Mai, chapeau hoor. Ja, echt chapeau. Ja, naar de volgende. En dat is de even kijken, de Train Plane, de Blue Lay, wow, ook een redelijk hoge. En wat hebben we vandaag met die hoge achtbanen, en die snelle achtbanen? Ja, als ik dit al zie, dan is dit hoog hoor. Mai. Ja, die eerste moeten, ja, complimenten. Daar heb ik helemaal van genoten. Oh, dit is een afschietbaan. Oké, daar gaan we hoor, daar gaan we. Oh, en... Oh, we gaan remmen. Oké. Zijn we er klaar voor? Want daar gaan we! Oeh! Oei! Fuck man. Niet te geloven. Dat mensen hierin durven, dat snap ik. Volkomen niet echt gewoon. Mooie bochtjes en al. Ja jongens. Helder het water, schurren. What the fuck man. Dan komen we naast een andere baan. Gaan we even naar boven. Remmen. Wanneer waren de versnellingen? Oh my god jongens. Goh. Schitterende baan. Ik weet zeker dat Quincy hierin durft. Sowieso.
Dat doet hij sowieso. Quincy is echt een helemaal achtbanenfreak. Durft hij niet bijna elke achtbaan. Dan is deze ook wel iets voor hem, denk ik, hoor. Oké, man, echt. Niet te geloven. Chapeau. Chapeau aan de maker. Ja, ik heb hier al twee keer chapeau gezegd, maar ze verdienen het wel, hoor. Ja. Dadelijk komt meer voorbij geraakt, daar is hij. Kijk hoe soepel dat hij loopt, man. Soepel. En daar is hij. Het is wel een korte rit, maar een hele snelle rit. En daar gaan we, mensen, wel aan het station binnenrijden. Even geduld, ja. En nu gaan de wieltjes wel onder beginnen gaan draaien. Ja. En daar gaat hij zo dadelijk afgeschoten worden. Moment, gaan we even kijken. Daar gaat hij, hoor. Wij staan stil. En daar gaat die andere. Hopla! Die vaart dat hij een man heeft, jongen. Echt niet normaal. Nog twee te gaan. En de volgende is de. Waar is hij hier? De Mystery of the Forest. Is dit een hele enge nachtmerrie? Zoiets als een nachtmerrie, ja. Ben benieuwd. Bossen tussen de bomen, ja. Forest, ja. Bossen. En dan raas tussen de bossen. Oh, daar is hij. Oh my god, wat is dat voor een karretje? What the fuck? Dat zijn schattige karretjes. Zoveel, er staan veel karretjes, hoor. Rare beugels, man. Rare beugels. Een afschietbaan ook. Wat hebben we vandaag met die hoogtes? Man, toch. Mooie, mooie kleuren. Rood en blauw. Mooie combinatie. Er zijn veel karretjes daar, hoor. Als deze poortje nu eens open wil ik danken. Kijk, wat hebben we vandaag met die hoogtes, man? We hebben al twee achtbanen gehad die echt hoog gingen. Deze is in de regen en in het donker. Deze, is dat een afschietbaan? Of gaat hij met een ketting? Ik denk afschietbaan. Ik ben er niet zeker van. Oké, daar gaan we dan, hoor. Zetten we goed vast? Ja. Ja, een afschietbaan. Wow! Ja, maar dan gaat hem daar remmen, hoor. Wat mijn ketting lift. Maar jongens, goh, my god, man. Allee, what the fuck? Oh my god, ja, die durft Quincy sowieso in. Hopla, ja, nog eens een loopje, hoor. Man, toch. Niet te geloven. Echt, jongens. Perfect overal getimed met die remmen. Ja, maak dit maar, hoor, mensen. Maak dit maar. Poh. Zijn we er? We gaan, ik zie het niet. Of ik hem nog afsluiten. Oh, wat? Nee! Man, what the fuck? Ja, jongens, klasse dit baantje. Echt klasse gewoon. Man, 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 toch. Niet te geloven. Echt, jongens. Kijk, daar gaat hij. Zie je dat hij gaat, man? Nooit van mijn leven kruip ik hier, nooit. Mensen, laat weten of jullie hier ooit in durven. Nee, voor mij zou dit echt niks zijn, gewoon echt, nee. Gewoon spontaan zeggen, ga maar, ik wacht op de boekentassen. Zo iemand ben ik. Trein zelf, man. Echt niet, oh, hier stappen we uit, dat is wel leuk gedaan. Hier moeten we uitstappen. Maar leuke beugels ook. Ja. Mooi. Schitterende baan. We gaan naar de laatste voor van de aflevering weer. Jammer. Ik weet het, ja. En de laatste wordt deze ook een vette baan. Of het wordt... nee, niet te praten. Super wirbel. Ziet er wel een leuke uit. Deze.
Maar hij gaat ook weer over kop en dan is ik nee. Als hij over kop gaat, zeg ik spontaan nee, ik doe dit niet. Hij heeft wel een leuke. Oké. Okay. Hij heeft wel een hele leuke mooie baan. Een gele. Ja, dat is echt een leuke baan. Een mooi gethematiseerd mooie zon. Of is dat omdat we net in de regen hebben gezeten? Ja. Jammer dat het daar niet staat, of van bomen of zo, eigenlijk ook niet. Maar het is echt wel een mooie baan. Verder dat hij over kop ging, want anders ging ik hier wel in. Alleen jammer dat hij over kop gaat. Daar gaan we dan, hoor, mensen. Allemaal goed vasthouden. Thuis, aan uw zetel, aan uw stoel of aan uw achtbaanbeugels. Ik weet niet wat jullie allemaal hebben. Oké, daar gaan we. Oei! Oh, oké. Okay. Dat zou weer veel rapper gingen. Oké, ja, nu gaan we. Oh my god, nice gedaan, man. Hier gaan we kurkentrekker doen, hoppla. Kijk dit eens aan, jongens. Oh. Door de ondersteuning, hier gaan we de remmen in. En nu gaan we de tweede bocht pakken. Joehoe. En nu gaan we de derde bocht nemen. En hij gaat wel niet heel rap, maar ik vind het wel een leuke, kleine, compacte baan. Ja, vindt hem wel iets wat hebben. En hier gaan we de remmen in. Hier gaan we de remmen in. Daar gaat die andere komen, denk ik. Ik kan niet met mijn kop verder draaien. Maar hij gaat hier zo dadelijk voorbij komen gevlamd. Die kort op een kettinglift. Ja, hij is daar, hoor. Kijk, hij gaat hier komen, hè, mensen. Opgelet, niet schrikken. Hij gaat komen, hoor. Daar is hij. Daar is hij. Foei. Mensen. Vergeet niet te abonneren en laat zeker een groen duimpje aan als jullie dit leuk vonden. Dan zie ik jullie graag terug in aflevering 3 van No Limits 2. Doei doei!